hetzelfde als, als vorig jaar. We hebben nagenoeg hetzelfde team. Met Lorenzo Ingram weer als onze overseas. En daarnaast ook een tweede, alleen een andere dan vorig jaar, James Hilditch. Nou, wat we daarvan kunnen verwachten, dat weten we niet, dus dat gaan we zien. Maar wel erg blij dat de andere 9 jongens in ieder geval bij elkaar hebben weten te houden. Dus ja, we gaan het zien. Discipline. Ik denk een erg jong team dat nu al weet wat van hen gevraagd wordt en die opdracht naar behoren uitvoert. Dus dat leidt tot succes. We zijn in Schiedam hebben we de nieuwe indoorhal, Sportpark Willem-Alexander. Daar zijn een aantal cricketnetten beschikbaar. En daar hebben we eens in de 2 weken iets gedaan aan voorbereiding. En sinds 2 weken zijn we nu op de woensdagavond buiten bezig met wat drills. Dus eigenlijk de discipline oefeningen. Vanaf april gaan we 2 keer in de week naar buiten en spelen we 4 oefenwedstrijden. Een aantal nieuwe leden, maar of die het eerste gaan halen of in ieder geval bij de selectie komen, dat weten we nog niet. Maar in ieder geval wel een verbreding van de hele spelersgroep. Ik denk VOC. Oké, dankjewel.